Hey allemaal, welkom terug bij FitFacts, waar jouw frequently asked questions over fitness, over gezondheid, over bewegen en actief zijn zullen beantwoord worden. Je kent dat wel. Je bent supergoed bezig om week per week in de fitness te staan of jouw loopje af te werken. Maar plots is er een moment waarop je superveel werk hebt en waarin je trainingsplan gewoon in duigen valt. Zoiets. Hoe kan je ervoor zorgen dat je week per week consistent je trainingen blijft uitvoeren en dat je je trainingsopbouw kan blijven stimuleren? In deze video geef ik jullie 4 tips met valkuilen die jou zullen helpen om te blijven sporten en het sporten vol te houden. Nummer 1. Stel doelen. Als je doelen stelt, dan weet je waar je naartoe wil werken en kan je ook alle stappen terug bekijken die je zal moeten afleggen om je doel te bereiken. Wil ik bijvoorbeeld een 10 kilometer gaan lopen, dan kan ik een trainingsplan opstellen waarbij ik van 5 kilometer opbouw naar 10 kilometer. Als ik mezelf wil blijven uitdagen, kan ik in de tussentijd kleinere doelen stellen, bijvoorbeeld een 5 kilometer obstakelrun. Zo blijf ik gemotiveerd en blijf ik mezelf pushen en weet ik waarom ik aan het werken ben. Let wel op, er zijn doelen die minder goed zijn om te stellen, omdat ze niet meetbaar zijn, bijvoorbeeld een getal op weegschaal. Wil je toch een strakker lichaam en er wat fitter uitzien? Zoek dan een activiteit die je leuk vindt of stel conditionele doelstellingen of krachtdoelstellingen, zodat je ook in de fitness vooruitgang kan boeken en weet waar je naartoe wil. Schrijf je doelen op en zorg dat ze meetbaar zijn, specifiek genoeg. Als jij in een bepaalde tijd jouw 10 kilometer wil lopen, schrijf die dan zeker ook op, maar zorg dat het realistisch blijft. Wil je niet per se een tijd lopen? Stel dan als doel dat je de 10 kilometer wil uitlopen op jouw eigen tempo. Een extra ding is dat je er mentale doelen kan aanhangen. Bijvoorbeeld, ik wil die 10 kilometer uitlopen op mijn eigen tempo zonder me zorgen te maken over wat iemand anders doet of zonder te kijken naar iemand anders zijn prestatie. Loop je die 10 kilometer uit, dan heb jij gewonnen, want het is voor jezelf. Heb je je doel bereikt? Stel dan zeker nieuwe doelen, zodat je steeds weer opnieuw weet waar je naartoe aan het werken bent. Nummer 2. Plan je week. Neem elke week de tijd om je agenda erbij te nemen en te kijken wanneer je tijd kan vrijmaken om een workout of een loopsessie of iets anders af te werken. Wanneer je wacht tot je last minute moet beslissen of je nu wel of niet een workout gaat doen, is de kans veel groter dat het er gewoon niet meer van komt. Dus planning is key. Baseer je hierbij op je doelstellingen. Als je weet dat je een bepaalde afstand wil kunnen lopen, dan ga je ook weten hoe vaak je hiervoor zal moeten trainen. Wil je gewoon wat fitter zijn, werken aan je gezondheid, weet dan dat het voldoende is om 5 keer per week een half uur te sporten aan een intensiteit die voor jou matig aanvoelt. Nummer 3. Slaap. Joehoe! Nee, serieus. Alles begint bij slaap. Als je moe bent, dan ga je minder goede keuzes maken op vlak van voeding en op vlak van sport. Je kent toch het gevoel van een zware dag achter de rug te hebben, nog naar de winkel te moeten gaan, nog moeten koken en dan kom je in de winkel en kies je voor kant-en-klare maaltijden, misschien zelfs wel een koffiekoek. Kies je voor dingen die geen tijd meer in beslag nemen en zo val je altijd terug in een patroon dat niet is wat je eigenlijk wil. Gewoon omdat je lichaam moe is en kiest voor een makkelijke en zoete oplossing. Oké, hoe los je dit dan op? Er wordt aangeraden om minstens 7 à 8 uur te slapen per nacht. Zorg er ook voor dat deze slaap een goede slaap is en van goede kwaliteit is. Dingen die hierbij kunnen helpen zijn de houding waarin je slaapt,
zijn gsm of schermgebruik voor je gaat slapen. Probeer een uur voor je naar bed gaat gewoon een boek te lezen, thee te drinken, dat soort zaken, maar niet continu op je gsm te zitten tokkelen. Scrolling through Instagram. Er is nog een tweede ding dat je kan doen. Als je weet van jezelf dat je 's avonds moeilijk aan je workout toekomt, dan kan je in de ochtend trainen. Dit houdt in dat je voor school, voor het werk of voor jouw activiteit van de dag actief zal zijn. Dit is niet voor iedereen weggelegd, want niet iedereen is een ochtendmens, maar het is ook trainbaar. Als je in de ochtend getraind hebt voor al je andere activiteiten, dan kan je dat al afvinken van je lijst en heb je meer energie voor de dag, ga je meer productief zijn en ga je je gewoon goed voelen omdat je al actief bent geweest en je lichaam is al helemaal in gang gezet. Overweeg het dus zeker en probeer het eens uit, maar weet dat het even tijd kost voor jouw lichaam om dit systeem, om deze routine gewoon te worden. Nummer 4. Laat je begeleiden. Of toch minstens één keer. Als je niet weet waar te beginnen of hoe je het terug moet opstarten, kan het nuttig zijn om eenmalig een begeleidende sessie te vragen en vandaar verder te gaan. Bijvoorbeeld, ga je graag naar de fitness? Ga je graag naar de gym? Dan kan je een begeleide sessie vragen waarbij de mensen van de gym jou uitleggen hoe elk toestel werkt en wat voor jouw doelstellingen goede oefeningen zijn. Is er in de tussentijd toch een moment waarbij je zegt: wow, ik heb terug wat vragen, dan kan je opnieuw naar die trainer stappen. Hetzelfde geldt voor een loopschema. Opbouw is belangrijk, want blessures kunnen ervoor zorgen dat je zal moeten stoppen met een bepaalde activiteit. Niet voor altijd, maar toch voor even. En zo wordt jouw routine weer doorbroken. Dus dat willen we vermijden. En daarom is een goede opbouw heel belangrijk. Ik hoor je al zeggen, maar Inge, dat kost allemaal geld en dat is super duur. Ja, dat is waar. Maar als je kijkt naar een eenmalige kost en het bekijkt als een investering in jezelf, dan ga je er misschien anders tegenover staan. En ga je begrijpen waarom het nuttig is om toch één keer dat geld te investeren in een trainer, maar eigenlijk in jezelf. Recap. Nummer 1. Stel doelen. Nummer 2. Plan je week. Nummer 3. Slaap. En nummer 4. Laat je begeleiden of overweeg een professional te contacteren. Als laatste wou ik toch nog zeggen dat het normaal is als je even een mindere periode hebt. Iedereen heeft wel eens een drukke periode. Iedereen heeft een minder moment en mist al eens een training of een workout. Maar laat dat je zeker niet ontmoedigen. Je bent sowieso goed bezig. Het is gewoon een kwestie van routine en consistentie. Ik wil de hele tijd consistency zeggen, want dat is echt een vet woord, maar dus consistency is key. Wat je op de lange termijn doet, zal een rol spelen. Niet die ene workout die je mist, maar zorg dat het blijft bij 1 en niet 2, 3, 4 wordt. Want dan is dat wat je op lange termijn het meest gedaan hebt. Geen workout. Got it? Oké, dat was de video voor vandaag. Laat me zeker weten wat jullie ervan vonden. Ik vond het echt leuk om deze video te maken. En ik zie jullie de komende weken terug. Vergeet niet dat er elke week een live video is op Facebook. Dus volg ons zeker ook daar. Dan heb je een wekelijkse oefening waar je je achter kan zetten. En verhoog je je wekelijkse activiteit. Wil je meer weten over wat ik zelf doe van trainingen en al dat zaken? Volg me dan op Instagram. En wil je infographics? Volg dan FitFacts op Instagram. Want daar gaan we ook steeds meer werk van maken. En zo zal je ook meer tips en tricks te weten komen over actief zijn, bewegen en jouw sport. Zo, dat was het. Lange outro. Ik zie jullie volgende keer. Stay active, keep working out. You got this. En tot de volgende keer. Dag! Rock your beat, rock your beat.